Hallo, ik ben juf Edith en ik doe ook dit jaar weer mee met de boekenbingo. Ik ben Dagmar en ik geef les aan groep 7 op de Blauwe Terrein. En ik doe dit jaar mee aan de boekenbingo. Ik ben Sam en ik doe mee aan de boekenbingo. Ik ben Mia en ik doe mee aan de boekenbingo. Waarom doe ik mee met de boekenbingo? Ik doe mee met de boekenbingo omdat... dat is een goede vraag. Omdat ik lezen heel erg leuk vind. En ik doe al een aantal jaar mee met de boekenbingo. En ik ben erachter gekomen dat je door het meedoen met de boekenbingo heel veel kennis krijgt van de verschillende boeken die er zijn op de Nederlandse jeugdliteratuurmarkt, of hoe je het moet noemen. En dat is heel fijn om te weten als leerkracht zijnde en ook als leescoördinator. Ik gaf vorig jaar les aan groep 4 en groep 5. En met beide groepen heb ik meegedaan aan de boekenbingo. Ze mochten zelf kiezen of ze mee wilden doen en het grootste deel deed mee. En uiteindelijk is er ook een leerling in de prijzen gevallen, dus ze hebben goed hun best gedaan. Het is zo leuk om mee te doen. Het is vooral leuk om mee te doen met een aantal collega's. Want wij praten heel vaak tijdens de lunch of in de pauze praten we over de boeken die we gelezen hebben. En zo wisselen we elkaars ervaringen uit. Ouders zijn ook heel enthousiast, doen ook graag mee, nou, in ieder geval dan met zoeken. Ze vinden het heel leuk dat wij meedoen en een goede motivatie is natuurlijk ook geweest dat wij al een paar keer hebben gewonnen hier. En dat vinden ouders ook heel leuk. En er zijn ook ouders die hebben gezien dat door de boekenbingo hun kinderen meer zijn gaan lezen en die zijn daardoor ook heel erg trots op hun kinderen. Ik vind het leuk, want je kan gewoon lekker lezen en je hebt meer boeken en je kan gewoon prijzen winnen. Ik doe mee omdat ik lezen sowieso heel leuk vind. En in de klas hebben we een boekenlijst. En daar zit ik nu al op 82 dit schooljaar. Absoluut. Wij hebben dat heel duidelijk gezien in de tweede helft van vorig jaar. Dat het verschil tussen het AVI-niveau van januari en juni met sprongen vooruit ging. Dus wij promoten het ook om zoveel mogelijk te lezen. Allereerst zie ik heel veel enthousiasme in de groep. En je ziet ook dat kinderen in aanraking komen met boeken die ze voorheen nog helemaal niet gelezen hadden. Dus het wekt ook leesplezier op en leesinteresse. En wat ik ook heel leuk vind, omdat wij als leerkrachten zoveel boeken kennen, dat je ook heel goed kan adviseren. Dus de zweetvoeteman die nu bij groep 8 gelezen wordt, dat komt dankzij de boekenbingo, omdat alle juffen daar zo enthousiast over zijn. Kinderen zijn heel enthousiast. Ze vinden het heel leuk om de boeken te lezen. En ze gaan dan ook frequenter naar de bibliotheek. Ze zijn heel actief met het zoeken van de boeken die op de lijst staan. En het zorgt er ook voor dat kinderen boeken gaan lezen die normaal eigenlijk geen boek lezen. En die beginnen dan met een boek wat op een iets lager niveau. En dan zien ze van, oh, ik heb hem uit, ik kan hem afstrepen. Dan worden ze heel trots en dan lezen ze zo steeds meer boeken. Dus dat vinden ze hartstikke leuk. En voor kinderen die al wel heel veel lezen, lezen ze boeken die ze nog niet hebben gelezen of uit een andere genre. Dus ze komen ook uit hun comfortzone. En zo komen ze er ook weer achter dat andere boeken heel erg leuk zijn om te lezen. Ouders zijn heel enthousiast, willen graag meezoeken naar de juiste boeken. Toon ook interesse, kijken naar de lijsten, hoeveel kinderen al een bepaald boek hebben gelezen. Soms zie je ook dat ouders met elkaar in gesprek gaan om te kijken, hebben jullie dit boek thuis en mogen we die misschien van jullie lenen? Dus ook bij ouders speelt het heel erg en zie je ook dat ze erg enthousiast zijn. Ja, de collectie van onze bibliotheek is er wel op afgestemd eigenlijk. Dat we door meedoen aan de boekenbingo erachter zijn gekomen dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn die ook heel erg goed zijn. En dat we niet in bepaalde boeken blijven hangen die wij heel erg goed vinden, maar die eigenlijk al of verouderd zijn of ouderwets. En dat we nu ook weten dat er boeken zijn die kinderen nu heel graag lezen en waarvan wij het bestaan niet wisten. En dat wij die nu ook aanschaffen. Bij mij was het Wij waren hier eerst. Mijn lievelingsboek was De zweetvoeteman vond ik erg leuk om te lezen. Ook omdat het ook over dingen gaat die echt gebeurd zijn. En ik weet ook dat groep 8 nu hier op school heel erg mee bezig is. Dat ze daar bijvoorbeeld begrijpelijk leestekst uithalen. Maar wat ik heel mooi boek vond is het boek over Afrika. Wij zijn met elkaar. We waren hier eerst.
wij waren hier eerst inderdaad. En ik was net in Afrika geweest, dus dat boek sprak heel erg aan. Ik vond Lampje een heel mooi boek. Dus, en ja, er waren ook hele grappige boeken, zoals Handje, waar we hier in de klas echt kostelijk om gelachen hebben. Dus het plezier van de kinderen laat je boek ook op een andere manier beleven. Dus dat vond ik leuk. Dan zie je wat de kinderen leuk vinden en wat jij leuk vindt. En dan een soort mix daarvan. Oh, die is moeilijk. dan denk ik dat het een aap op de wc is. Ik ook wel, want het is echt leuk. Leuk om te doen. Met je klas ook. Kinderen worden heel enthousiast. Ze gaan zelf op zoek naar boeken. Dus een hele goede boekpromotie is het. En voor mezelf vond ik het ook heel leuk om te weten wat voor boeken er allemaal zijn. En dat je ook boeken heel erg goed vindt waar je anders nooit... die je anders nooit zou pakken. Zoals bijvoorbeeld De Broederband. Ik had zelf nooit... De Broederband gelezen, maar ik heb nu al de halve reeks uit. Dus ja, wij doen zeker weer mee. De kinderen die zijn bij Ellen opgegroeid met de boekenbingo, bij de kleuters. Dus dit jaar weer in groep 3. En nu kunnen ze zelf lezen. Dat maakt het extra bijzonder.